dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is weer tijd om naar de Action te gaan. Ik moet zeggen dat ik echt al heel erg lang niet meer ben geweest. Dus ik heb er weer helemaal zin in om even wat nieuwe dingen te zien in de Action. Ik hoop natuurlijk dat dat er is. Maar ik volg verschillende accounts op Instagram en ik zag al heel wat dingen voorbij komen. Wat nieuw is in het assortiment van de Action. Dus daar ga ik zeker even naar kijken. Ik heb ook wat dingen nodig zoals nagelolie. Misschien nog wat tierenlatijntjes voor mijn kamer. Want ja, nieuwjaar, even weer een refresh. Schoonmaakmiddelen. Nou ja, van die allesreiniger dingetjes. Dat heb je daar ook wel. Dus we gaan gewoon lekker even kijken. Ben je benieuwd wat ze op dit moment in het assortiment van de Action verkopen? Het is natuurlijk eind januari. Bijna februari. Blijf dan zeker even kijken naar deze video. Ik neem jou gewoon gezellig mee. We gaan lekker even shoppen bij de Action. En dan hoef jij er niet heen, want ik ga gewoon laten zien wat ze verkopen. Dat is gewoon helemaal ideaal. Heb je zin in deze video? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal, want er komt nog ontzettend veel leuks aan. En dan gaan we gewoon snel beginnen met deze video. Nieuw jaar, even wat refresh in mijn kamer, et cetera. Ik vind dat altijd wel fijn. Jullie hebben natuurlijk deze video al voorbij zien komen dat ik mijn kamer even op ging ruimen, schoonmaken, al het kerst eruit, alle, ja, wat doe je er dan weer in terug? Gewoon wat neutrale tierenlatijntjes doe je dan weer terug. Dus dat heb je al in die video kunnen zien. Maar zoals je al daar ziet op de achtergrond, ik heb daar altijd een plankje met diverse lijsten en die heb ik nu denk ik een jaar. En dat is van Desenio. Dus ik wil ook Desenio heel erg bedanken voor de samenwerking in deze video. Ik heb namelijk wat nieuwe posters uit mogen zoeken van Desenio. Helemaal chill, want ik heb natuurlijk al lijsten. Dus zo op deze manier hoef ik geen nieuwe lijsten te bestellen. Maar ga ik gewoon even voor een nieuwe refresh in mijn kamer. Gewoon voor nieuwe posters. Het zit in deze koker, dus dat komt helemaal veilig binnen. We gaan het even aanpakken. Even een nieuwe uitstraling in mijn kamer. Het is natuurlijk een hele gemakkelijke manier om dat op deze manier te doen. Voor ik verder ga, heb ik nog een ontzettend chille, leuke kortingscode voor jullie. Want met de kortingscode FLOOR krijg je gewoon ontzettend veel korting. Ik zou het hier in beeld zetten op Desenio. De code geldt alleen niet op gepersonaliseerde posters. En het is geldig van 26 januari, dus vandaag, tot en met 31 januari, de kortingscode. Ik zal het even in de beschrijving allemaal zetten, de link, maar ook de kortingscode. Desenio werkt onder andere ook samen met externe kunstenaars, dus zo weet je zeker dat je altijd een uniek exemplaar in huis haalt. Goed, ik ga het lekker daar even aanpakken en jullie laten zien. En dan gaan we lekker naar de Action toe en dan neem ik jullie gezellig mee. Aangezien het nog winter is, vind ik het leuk om nog wel iets van winter terug te laten komen, dus een dennenboom met sneeuw. Ik vind dit prachtig. Goud, past bij mijn kamer. En die vind ik gewoon echt prachtig. Dan heb ik nog twee posters extra meebesteld. Deze en deze prachtige artistieke. Op deze manier kan ik lekker afwisselen en in de lente en zomer deze tevoorschijn halen. Nu al zin in. En al die verschillende posters stop ik gewoon hierbij in, zodat het allemaal op één plek zit. Die stop ik gewoon achter. Daar zijn we weer na een tijdje. Ik liep binnen en eigenlijk viel mijn oog gelijk op dit. Stokjes voor in een geurdiffuser. Mochten jouw stokjes een soort van, ja, verrot zijn, niet meer goed, dan kun je hier dus voor 40 cent gewoon nieuwe stokjes halen en dan heb je weer een lekkere geur in je huis. Ik vond het wel wat hebben. Maar goed, na een tijdje ben ik weer bij de Action en dit was eigenlijk het eerste gangpad waar mijn oog op viel en waar je gewoon eigenlijk ook doorheen loopt. Ik zag heel veel geurstokjes. Nou, het is ook wel de Crea Bea gang met allemaal knutseldingetjes. Dus hier ben ik even gaan kijken en vooral kijk ik hier vaak nog bij de kaartjes en bij de pennen, stiften. Dat vind ik altijd wel leuk om even tussen te kijken. Nou, vervolgens zag ik dus deze desk organizer van Bamboo. En hierop kun je gewoon je mobiel ook zetten en dan laat hij gewoon op. Ik heb dit nog nooit gezien. Volgens mij is dit nieuw. Ik vind het wel heel erg tof. Ziet er ook gaaf uit en ik ben benieuwd of het werkt. Geen idee. Laat het zeker weten als jij dit kent. Dan ben ik wel benieuwd. Ook zag ik dit. En dit vind ik zo handig. Als je bijvoorbeeld dit in je koffer doet, als je op zomervakantie gaat, kun je altijd je koffer terugvinden mocht de koffer kwijt zijn. Dus dat is iets wat ik zeker in de zomervakantie nog ga halen, zodat ik dat in mijn koffer kan stoppen.
En oh mijn god, check deze microfoon. Dit is gewoon een podcastmicrofoon. Ook hierna ben ik ontzettend benieuwd. Misschien moet ik dit gewoon een keer testen in een video. Laat het weten als jij dit in een video wil zien. Want het zag er wel heel professioneel uit. Ja, zoals ik net al zei, kijk ik hier altijd bij de Action bij de kaarten. Ze hebben echt hele leuke kaarten voor een super goede prijs. Tegenwoordig zijn ook gewoon felicitatiekaartjes en zo ontzettend duur. En heel eerlijk, de meeste mensen gooien het toch wel weer weg. Best wel zonde. Ik zag deze grote kaarten, speelse kaarten. Maar ik ga altijd naar de kaarten hieronder. Deze kaarten, daar kijk ik altijd nog even tussen. Dat goud met zwart en zilver en dat glitter, dat vind ik zelf wel heel erg leuk. Dus voor 60 cent heb je hier hele leuke kaarten tussen zitten. En natuurlijk bakjes. Bakjes, bakjes, bakjes. Om het jaar goed te beginnen kun je alles natuurlijk lekker opruimen, organiseren en alles in bakjes doen. En dan ben je bij de Action echt bij het juiste adres. Want ik zag weer ontzettend veel bakjes, mandjes, organizers. Ook weer wat nieuwe dingetjes ertussen staan. Dus dat is altijd leuk om even te kijken. Ik moet zeggen dat ik al een hele opruim en schoonmaak heb gehouden. Ik heb ontzettend veel naar de kringloop gebracht. En dat geeft dan zo'n goed gevoel. Dus dat is zeker een tip om ook in januari en misschien zelfs in februari gewoon lekker door te pakken. Lekker alles organiseren en opruimen en wat je niet gebruikt wegdoen. Ook zag ik dus deze rugtas voor ja, kleine kinderen van het teddystofje. Ik vond dit zo ontzettend schattig en ook die verschillende kleurtjes mega cute. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. Tijd voor de geurtjes. Ik zag deze wintergeur. Deze ken ik persoonlijk niet. Maar ook weer deze kerstgeur. En die Frosted Berry is zo intens lekker. Gaat het? Deze Apple Cinnamon is ook heel erg lekker. Maar dit zijn echt leuke en lekkere geurverfrissers gewoon voor op het toilet. Maar officieel zijn het dus van die navullingen. Maar ik snap dat niet. Waar zijn dan die dingen waar je het er dan in kan doen? In ieder geval. Ik zag ook heel erg veel van de Pink Stuff nu bij de Action en Fabulosa. Echt top schoonmaakproducten. Vooral de Pink Stuff en dan die pasta dingetje wat je hier ziet. Mega goed. Vooral met de Scrub Daddy of Mommy. Jullie weten het. Ik ben verkocht. Hebben ze dus nu ook gewoon bij de Action. Oh my god. En ik zag dus deze dwel die nu helemaal een hype is. Ook in de schoonmaakwereld van TikTok. Hebben ze dus ook gewoon bij de Action voor €24,95. Dus dat is ook een tip. Your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Nou, ik zag ook deze plastic bekertjes, altijd handig. Als ik iets naar boven ging, deze rietjes en dus ook die schoonmaak. Hoe noem je dat? Borsteltjes voor van die bidons bijvoorbeeld met de riet erin. Echt ideaal. Ik ben zelf nog op zoek naar een nieuw bidon van glas het liefst. Omdat dat gewoon wat hygiënischer is en beter schoon te maken. Al die apparaten natuurlijk. En ik zag ook heel wat leuke ovenhandschoenen zoals deze geblokte. Die vond ik echt heel erg cute. Ook gewoon voor de lente. En toen zag ik deze placemat van bamboe. Die heb ik zelf nog nooit gezien en die vond ik ook heel erg leuk eruit zien. En deze mandjes, van die frituurmandjes, vind ik ook zo schattig. Stel je hebt bezoek om daar dan je patat in te serveren. Ja, ik vind het echt weer wat hebben. Hebben ze dus in het goud, zilver, maar ook in het zwart. Ik zag ook heel veel van die organize potjes voor je kruiden.
Ik had dus gezien dat ze ook van die kruidenpotjes hebben en dan met van die labels erbij. Dat is echt goals. Ik kon het zelf bij deze Action niet vinden helaas, maar volgens mij bestaat dat wel. Dus dat is wel echt een tip om even te kijken bij jouw Action in de buurt. En toen zag ik dus weer wat waterflessen. Helaas niet de flessen die ik zocht. Ik ging ook even kijken of ze in de vaatwasser konden. En dat kunnen ze dus niet, zoals je hier ziet. Heel erg jammer. Ik vond dit kleurtje namelijk wel heel erg leuk. Maar helaas, die heb ik dus niet meegenomen. Het is natuurlijk bijna 14 februari, dus ik zag ook bij de Action wat Valentijnsdag dingetjes. Ik zag wat chocola, hartjes marshmallows, heel veel Valentijnsdag snoep. Knuffeltjes, maar ik zag dus ook, oh mijn god, ik vond dit echt zo cute, deze mok. Maar vooral wat ernaast ligt, dus die hartjesvormige gouden zeef dingetje voor je thee, verse thee. En dan dat hartjes schoteltje. Zo cute voor 4 euro. Nou, en ze hadden nog wat rozenblaadjes, rozen, cadeauverpakkingen, ballonnen, echt van alles. Dus mocht jij dat vieren, Valentijnsdag, of je wil iemand verrassen, kom dan naar de Action toe. Ik zag ook deze refills voor van die geurstokjes. Erg handig dus als het op is dat je de verpakking bewaart en dat je gewoon dit koopt en het gaat refillen. Zag ik dus deze geurkaarsen, uiteraard, die met de lont. Die knispert dus lekker, net zoals de Woodwick kaarsen. Waarschijnlijk ken je het nu wel, maar ik zag deze nieuwe geur lavendel. Normaal is het alleen vanille, sandalwood en spice of zo. Old spice heb je, maar nu zag ik dus ook lavendel. Dus als je daarvan houdt, is dat zeker een tip voor straks in de lente. En toen zag ik dus deze wandplanken. Ik heb het nog nooit gezien. Volgens mij is dit dus ook nieuw. Maar ik zag best wel veel soorten wandplanken. Wat je dus kan monteren aan je muur. Ik zag deze. Met dat industriële zie je ook natuurlijk heel erg veel. En ik zag deze wat grotere. Dat vond ik ook nog wel een goeie. Ik zag weer de placemats. En oh mijn god, hoe cute is deze met schelpen voor in de zomer. Mega grote bord erop zetten met pasta erop. En dan dit als onderplacement, zeg maar, met die schelpjes. Echt onwijs schattig. Ook veel echte marmeren dingen hadden ze weer. Helaas waren hier nog maar 3 soorten van. Dus dat gaat waarschijnlijk heel erg hard. Dit is 5,80 euro en ook leuk om bijvoorbeeld parfum op neer te zetten. En daar hebben ze dus ook deze kaarsenhouders van echt marmer. Ik vind deze witte heel erg mooi. Ik heb de bidon gevonden die ik zocht, die van glas gemaakt. Dus deze neem ik uiteraard mee, want deze kan in de vaatwasser. Stay on my job like no days off, so you can go pull.
dan komt altijd het gangpad met de seizoensdingen, wat gewoon bijna eraan komt. En natuurlijk is dat in dit geval Pasen. Ontzettend veel paasdingetjes hadden ze weer, heel veel beeldjes. Ik vind het iets te heftig. Ik zou dit niet zo snel in mijn kamer of in mijn huis neerzetten. Maar als je ervan houdt, dan is het het dus wel. Ik zag ook deze eivormige, ovalvormige placemats. Goud, zwart, nog wat kleurtjes. Vond ik wel leuk. Wel een beetje heftige kleurtjes. En deze servetten. En ik vond die lichtrozige ontzettend schattig, dat kleurtje. Zoals ik al zei, heel veel paasdecoratie, lampjes. Ik ging hem hier nog even testen. Het was wel schattig voor een kinderkamer of zo. Mega cute. Maar ook heel veel eitjes. En die kun je natuurlijk ook weer bijvoorbeeld verven of zo, als je het geen mooi kleurtje vindt hebben. Ik zag ook deze houten. Die vond ik ook wel heel erg cute. Die kun je natuurlijk zo houden of dat je hem nog gaat do-it-yourselfen. Deze vond ik ook leuk. Een stuiterbal-ei. Heel veel mandjes waarmee je eitjes kan zoeken. Uiteraard liet ik weer wat vallen. Gelukkig was het niet breekbaar. Ik heb dit altijd. En oh mijn god, onwijs veel snoep, snacks. Alles gewoon in paasvorm. Met konijntjes of iets. Echt ontzettend schattig. En het ziet er zo lekker uit. Ik heb me in moeten houden. Maar KitKat, Reese's, echt van alles hadden ze hier. Bij de beauty afdeling. Hier heb je natuurlijk ook Batiste droog shampoo. Dat is echt een tip. Hele fijne droog shampoo is dat. En ik zag heel veel haarmaskers in deze verpakkingen. Geen idee of het fijn is. Maar weet dat de keuze reus is. Toen keek ik iets verder en zag ik dit bananenmasker. Ik heb gehoord dat dit echt een heel fijn haarmasker is. Ik zelf gebruik die van Garnier. Die hou ik altijd bij de DM in Duitsland. Het bananenmasker. Vind ik echt de fijnste haarmasker ooit. Maar hier hebben ze dus ook een bananenmasker. Hierboven ook nog eentje. Ze hadden ook nog een avocado masker. Maar bananenhaarmaskers, ik zweer erbij. Echt topproducten zijn dat. En ik zag dus deze Love Beauty and Planet tandpasta. Vond ik ook wel geinig, hè? Oké, ik ben terug van de Action en ik dacht ik ga nog even laten zien wat ik heb geshopt. Want ik heb nog wat dingen gehaald. Nou ja, als allereerste boek, dat heb ik niet bij de Action gehad, maar bij de boekenwinkel. Daar waar rivierkreeften zingen. Heel erg benieuwd naar. Nog even naar Kruidvat geweest, maar ja, daar gaat het niet om in deze video. Als allereerst heb ik deze meegenomen. Dit is zo'n glaswater. Wat glaswater? Zo'n waterfles van glas. Met een bamboe dop. Ik heb deze al een keer gehad, maar die is gevallen en toen was die kapot. Ik heb even een nieuwe. Ik heb namelijk al, heel vaak koop ik zeg maar zo'n plastic bidon. Die van Love Island. Die iedereen heeft met dat rietje. Maar eigenlijk is dat helemaal niet hygiënisch. Want dat kun je helemaal niet heel goed schoonmaken. En plastic is ook niet heel erg goed. Dus ik dacht ik ga toch weer voor glas. Dit kan ook gewoon in de vaatwasser. Dat was iets wat ik gewoon wel wilde. Wordt het ook goed schoon van. Dus die heb ik meegenomen en vanaf nu wil ik dus mijn water hieruit drinken. Nou, dan heb ik dus dit mandje meegenomen en dit is echt perfect voor waar ik het nodig voor ben. Heel erg leuk is dat teddystofje, nou hou ik ook van. Maar goed, het is gewoon vooral handig omdat hij heel laag is. En dit heb ik nodig, ik zal even een beeld hierdoor laten zien waarvoor ik het nodig heb. Maar dit past precies zo tussen mijn bed. En dan doe ik daar mijn handcreme en nagelolie en zo in. Zodat voor ik ga slapen dat nog even zo op mijn handen kan smeren. Vervolgens zo onder het bed kan schuiven. En dan zie je er niks van. Dus deze was gewoon praktisch erg handig. Kauwgom meegenomen, want dit heb ik altijd in de auto. Mijn was op, dus ik dacht nou, ik neem weer even een nieuwe mee. Dit is gewoon fresh mint, I don't know, kauwgom. Dan heb ik een witte primer meegenomen en een gouden spray verf. Dit gebruik ik echt heel erg vaak. Nu hebben we thuis al zwart en zo, mat zwart, gewoon hoog glans. Maar goud was heel erg lang op. Je had wel chroomgoud in onze Action, maar heel lang was deze op. En nu zag ik hem eindelijk weer, want ik heb hier een mega leuke planten sproeien.
staan. En ik wil de bovenkant, dit gedeelte kun je eraf halen. En dat wil ik dus goud spuiten, omdat ik de rest alles goud heb in mijn kamer. Maar verder vond ik deze heel erg mooi met dat kristal. Deze heb ik met kerst gekregen van mijn zus. Echt heel erg blij mee. Maar goed, ik dacht dan ga ik hem eerst even goed primen. En dan doe ik daarna dus dit zo sprayen met goud. Dan heb ik deze meegenomen. Dit is een voetmasker. Ik gebruik denk ik elke week wel een masker voor mijn gezicht. Ik doe echt heel vaak gewoon lekker self-care momentje. Skincare erbij. En ik zag dus dit en deze zag er echt heel lekker uit. Ik ben gek op de geur sinaasappel en citroen. En toen zag ik dit en toen dacht ik, oh, dit lijkt me echt wel lekker. Dus dit wil ik een keer testen. Was ook heel goedkoop, dus ik heb deze meegenomen. En dan als laatste heb ik nog wat kaarten meegenomen. Dat haal ik eigenlijk standaard. Ik vind dat ze bij de Action wel leuke kaarten hebben. Bij de Vibra hebben ze trouwens ook hele leuke kaarten. Daar heb ik bijvoorbeeld deze van. Die heb ik toevallig klaar liggen omdat iemand morgen jarig is. Dus die heb ik klaar liggen. Maar ik had weer even een voorraadje nodig. Zodat als ik het nodig heb, dat ik niet eerst naar de winkel hoef. Dus ik heb deze meegenomen. Ik dacht deze ook wel leuk voor een jongen of een man. Deze. En het is dan ook met glitter en zo en goud. Dat vind ik wel leuk. Eigenlijk heeft elke kaart glitter. Die. En die. Dus dan kan ik er weer even mee door. Dus dat is wat ik heb geshopt nog bij de Action. Nou, en dan zijn we ondertussen weer terug van de Action. Ik vond het echt heel erg leuk. Ze hebben intens veel nieuwe spullen, producten, items liggen in de winkel. In het assortiment op dit moment. Dus ik zou zeggen, run. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker dus niet de kortingscode en de link even nog te checken van Desenio. Staat in de beschrijving. En er komt ontzettend veel leuks aan op mijn kanaal. Ik heb nog lekker gekringloofd. Er komt nog wat van Naked online. Er komt nog veel online. Dus om dat niet te missen, abonneer je graag op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende video weer. Doei doei!